Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, A28 Personeel en Opleidingen, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Hogeveen Mannenmode, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Business Club Hogeveen. Ja, Nico Haak, we staan hier afloop van de wedstrijd Alcides Hogeveen. Met toch misschien wel een beetje serieuze gezichten, want ja, we hebben nieuws. Je gaat stoppen aan het eind van het jaar. Ja, dat klopt. En dat is noodgedwongen. Heeft te maken met mijn werksituatie bij FC Emmen. En de koppeling zaterdag-zondag voetbal die volgend jaar zijn intrede gaat doen. En nou ja, daar ontstaat een situatie dat ik volgend jaar, ik denk zoals we geteld hebben met de TC, ik denk wel een wedstrijd of 12, 14 ga missen als coach langs de lijn tijdens de wedstrijddag. Omdat ik dan gewoon aan het werk ben met FC Emmen. En nou ja, dat heeft ons eigenlijk doen besluiten dat één, de club dat niet verdient. Die verdient gewoon een trainer die de 100% is. En dat verdient de spelerselectie al helemaal niet. Eigenlijk een heel goed overleg. Wat al een aantal weken gaande is, hebben we toch wel geprobeerd om te kijken van of er nog oplossingen kunnen komen. Want ik had nog heel graag een jaar lang trainer van Hogeveen willen zijn. En de club had ook nog heel graag Nico Haak als trainer willen hebben. Alleen de club heeft ambitie. Ik heb als trainer natuurlijk ook ambitie. Nou, weet je, en daarin is de relatie op dit moment gewoon zo positief. Dat we eigenlijk ook gewoon willen dat die relatie heel positief eindigt. En dan zijn het 6 fantastische jaren geweest. Maar goed, het is wel een bijzondere situatie natuurlijk, dat eigenlijk iedereen met een kleine kater zit en iedereen eigenlijk teleurgesteld is. Ja, nou ja, weet je, ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ik ben nu voor het 6e seizoen trainer en ik heb nog niet één moment gehad dat ik met tegenzin naar de club reed. En ook niet dat ik een ervaring op de club had waar ik me niet prettig bij voelde. Ik werk hartstikke fijn samen met mijn spelers en met de staf. En weet je, het is altijd lachen, gieren, brullen en humor staat hoog in het vaandel. Nou, daarnaast een hele prettige samenwerking met technische staf, met het bestuur, met de voorzitter, met Carlo, met jou, weet je, met iedereen. Het is gewoon hartstikke prettig werken. Dat maakt het heel erg lastig. Aan de andere kant, ja, weet je, de situatie is zoals die is. En nogmaals, je wilt gewoon heel goed eindigen. En dan heb je een fantastische periode gehad. En dit zit al wel heel lang, denk ik, wel in jou en jullie hoofd, denk ik. Want weet gewoon dat het moment steeds dichterbij komt dat er wel eens een keer een knoop doorgehakt moet worden. In welke zin? Nou, in de zin dat je uiteindelijk de definitieve beslissing moet nemen. Ja, nee, kijk, uiteindelijk wat ik zeg, kijk, er ontstaat een situatie door de samenvoegingen van die competitie. Nou, je weet dat dat consequenties heeft. Dus daar zijn wij over in gesprek gegaan, zoals wij regelmatig met de TC in gesprek zijn over de selectie en over alles wat onze club dan bezighoudt. Alleen ja, dit was nu een nieuw onderwerp. Ja, nogmaals, we zijn op zoek gegaan naar oplossingen en de club geeft aan, en dat vind ik meer dan terecht, dus daar heb ik ook in die zin geen last van, dat zij een trainer willen die gewoon 100% aanwezig is. Nou, dat past bij de ambitie van de club, dat past ook bij deze spelersgroep en dat past ook bij mij. Dus wat dat betreft, nogmaals, is het gewoon een weloverwogen keuze van alle partijen. Laat niet onverlet dat ik het verschrikkelijk jammer vind. Want even voor duidelijkheid, SCM, onder 21 training natuurlijk. Dat is sowieso, was dat ook de bedoeling voor volgend jaar weer? Ja, ik heb daar gewoon een 3-jarig contract als trainer van onder 21. En om je het voorbeeld te geven, gisteren ben ik naar ADO Den Haag geweest. Dan spelen we om 3:00 middags. Nou ja, weet je, dan ben ik om 9:00 terug in Emmen. Nou ja, de wedstrijden die je volgend jaar tegen zaterdagclubs moet spelen, die gaan om 2:00 beginnen, om 5:00 beginnen en misschien een keer om 7:00 beginnen. Ja, dan is dat niet mogelijk. Natuurlijk is het ook je werk. Verder heb je natuurlijk ook wel nodig om je droom te gaan verwezenlijken. De cursus Coach Betaald Voetbal. Ja, nou ja, dat klopt. Kijk, ook dat traject is ingezet. Onlangs heb ik daar een toelatingsgesprek gehad. En dan krijg je allerlei feedback wat je moet doen het aankomende jaar om uiteindelijk toegelaten te worden. Ja, weet je, dat is een proces voor mij wat continu doorgaat en wat eigenlijk al jaren speelt. Ik wil heel graag op die cursus toegelaten worden. Dan moet je keuzes maken. En dat is wat het is.
Heb je nog een optie om een zondag tweede klas af te gaan trainen straks? Nou, weet je, op dit moment hebben we gewoon besloten dat deze situatie is wat het is. Hè? En dat willen we gewoon heel mooi gaan afsluiten. Dus ik zei net in de kleedkamer tegen de jongens van, ik heb er gewoon echt ontzettend goed gevoel bij hoe het team zich ontwikkelt en waar het naartoe kan groeien. Ook weer kijken naar de uitslagen vandaag. Verder heb ik daar nog niet over nagedacht. Maar ja, ik zou daar natuurlijk open voor staan, omdat ik voetballiefhebber ben. Maar ja, weet je, in de voetballerij weet je het nooit, Gerjo. Hè. Als er een mooie aanbieding komt, en dat zou van elk niveau kunnen zijn, dan is het iets waar je over na gaat denken. En laat niet onverlet dat bovenaan staat dat Hogeveen op dit moment prioriteit heeft en is. En dat moet ook tot het eind van het seizoen zo blijven. Ja, en wat er dan onderweg op mijn pad komt, dat ga ik overwegen en bespreekbaar maken. En dat past ook bij de ambitie die ik heb. We hebben daar wel vaak over gesproken. Ik wil ook heel graag in de divisie werken. Ik wil graag in betaald voetbal blijven. Weet je. Maar dat zijn heel veel dingen die je graag wilt, zoals heel veel trainers dat waarschijnlijk ook graag willen. Alleen het moet wel passend zijn met wat je zelf kan leveren als trainer. En ook of het past bij je gezin. Op dit moment past dat allemaal. Niet te vergeten, dat moet ik wel even noemen, hoofdjeugdopleiding ben je natuurlijk ook bij Hogeveen. Is daarover gesproken? Nee, we hebben het eigenlijk helemaal niet over gehad. We kijken intern natuurlijk wel met TC, maar dat zijn allemaal vluchtige voorzetten. Het gaat nu echt richting krijgen, Gerjo. En hoe de club dat gaat invullen, dat zal de TC de komende weken gaan aanvliegen. Dat is er meer dan toevertrouwd. Goed, jij wilt natuurlijk ook je opvolger niet voor de voeten lopen. Nee, maar volgens mij moet je nooit over je eigen graf regeren. Dus dat is aan de club. En ik hoop dat ik het op een hele positieve manier kan achterlaten. En dat er volgend jaar ook gewoon een geweldige selectie staat. Waar de club al verder kan borduren. En dan komt er echt wel weer wat nieuws. Zal dat zijn, hè? Als je kunt afsluiten met promotie naar de derde divisie? Ja, dat zou echt waanzinnig zijn. En dat is dan ook iets wat je aan de voorkant als ambitie hebt. Dat verandert dit besluit niet. Nogmaals, de relatie is heel positief en de situatie noopt tot andere keuzes. We gaan nog even lekker door, Nico. We zijn 6 jaar geleden bij Van der Valk en Emmen begonnen. Dan moet daar maar afsluiten met een etentje. Nou, ik zou je eerlijk vertellen, Gerjo, ik heb hem gisteren zelf nog even gekeken. Ik heb hem echt teruggekeken. Ik denk, het is wel heel bijzonder. En daar zei ik ook voor de wedstrijd. Alcides is ook daar wel echt wel een rode draad in het hele verhaal. Dat je dan hier ook staat om dat zo weer af te sluiten, dat maakt het ook wel bijzonder. Ik wil er vol voor gaan om de club die promotie, om dat echt te laten gebeuren. Dat is eigenlijk al jaren mijn ambitie. Laat niet onverlet dat alles wat we al hebben meegemaakt met kampioenschappen, periodetitels, protoswering, dat heel erg mooi is geweest. Schiep daar nog iets binnen? Hoe reageerden de spelers net? Ja, die vonden het heel jammer. En dus dat was wel een hele mooie reactie.